In deze korte film vliegen we boven het tracé van de Hanzelijn. We reizen van Lelystad naar Zwolle. Dit nieuwe 50 kilometer lange spoor zorgt voor een snellere verbinding tussen de Randstad en het noorden van Nederland. Begin 2007 zijn de werkzaamheden begonnen. Eind 2012 rijdt de eerste trein over de Hanzelijn. Maar zover is het nog niet. Nu wordt er nog door honderden werklieden volop gebouwd met beton, staal en miljoenen kubieke meters zand. Bij station Lelystad Centrum begint de trein aan zijn rit. Om ruimte te bieden aan de Hanzelijn krijgt het station een tweede perron. De glazen pui wordt uitgebreid, maar het aangezicht van het station verandert niet. Wel wordt de hal van het station bijna de helft groter. Voor veiligheidsredenen heeft de Hanzelijn geen enkele spoorwegovergang. Daarom gaat het spoor onder de A6 door. Hierdoor zijn veel aanpassingen van bestaande wegen nodig. Bij Dronten gaat de trein omhoog, waardoor bestaande wegen kunnen blijven liggen. Langs bestaande bebouwing en nieuwe woonwijken komen geluidsschermen. Dronten krijgt een eigen station. Net voor het Drontermeer duikt de Hanzelijn een tunnel in van 800 meter. Langs het spoor ligt een dijk die voorkomt dat er water via de tunnel de polder in kan lopen. Op het tunneldak ligt een 25 meter brede faunapassage, zodat dieren makkelijk van de ene naar de andere zijde van het Revenbos kunnen. Er komt een groot viaduct om de Hanzelijn aan de andere zijde van de N50 te brengen. Hier wordt station Kampen-Zuid gebouwd. Voor Hattem gaat de trein over de snelweg A28 heen.
De trein rijdt over de IJssel via een nieuwe spoorbrug. Deze brug ligt 12 meter boven water, wat ervoor zorgt dat de scheepvaart er onderdoor kan zonder dat de brug open hoeft. Om de rivier de ruimte te geven, ligt de nieuwe brug ook in de uiterwaarden op pijlers. We zijn aangekomen in Zwolle. De komende jaren blijven we druk bezig met de aanleg van de Hanzelijn. Tijdens de bouw proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met ieders belangen. De Hanzelijn is eind 2012 klaar. Dan kunnen tienduizenden reizigers dagelijks gebruik maken van deze nieuwe spoorlijn.